Bij FC Dordrecht is het zelden saai. Het is de vraag of dat eigenlijk wel zo prettig is. Vorig seizoen handhaafde de club zich ternauwernood in de Jupiler League. En de start van het nieuwe seizoen was met een 5-1 nederlaag tegen Fortuna Sittard niet direct veelbelovend. Misschien nog wel erger, Marco Bogers, de man die één was met de club FC Dordrecht, stapte na 16 jaar als technisch manager op. Nu komt Jong FC Utrecht op bezoek, terwijl de supporters nog worstelen met de vraag hoe het verder moet met de club na Marco Bogers. Zeg het eens, schat. Eentje? €3, alsjeblieft. Alsjeblieft, schat. Kijk, als mens, Marco Bogers, vind ik het ontzettend jammer dat hij weggaat. Kom maar. Een kroel. Nou, de boegbeelden zijn op dit moment wel weg. Dat vind ik wel jammer. Wat hij hier neergezet heeft, nou, petje af. Absoluut. Persoonlijk vind ik het jammer dat hij weg is. En ik hoop dat er een interessante, goede man terugkomt op die positie. Hi, schat. Ga je ook gezellig mee? Weet je, kijk, Marco wordt natuurlijk verheerlijkt. En die heeft zichzelf ook zo... Dat is ook zo. Hij is een clubicoon. Hij zal ook altijd een clubicoon blijven. Maar mij is altijd geleerd, iedereen is vervangbaar. En nou weet ik niet of dat in het geval van Marco ook zo is. Ja, ik denk als je over een jaar terugkomt, dat je dezelfde vraag nog eens moet stellen. En dat je dan pas kan beoordelen of de club wel of niet zonder Marco kan. Marco Bogers is niet voor niets opgestapt natuurlijk. Kijk, als je een selectie gaat samenstellen voor een nieuw seizoen en je zegt dan een week van tevoren ik stap op, dan ben ik ervan overtuigd dat er wel veel meer aan de hand is als wat er op het ogenblik naar buiten komt. Nou ja, ik heb ze overal zo mijn gedachten over, maar ik hoef er niet allemaal gedachten op de televisie te zetten. Ik denk dat wij niet zo heel veel inside information hebben en de inside information wat we weten of wat ik weet, ga ik ook zeker vanuit mijn functie niet naar buiten brengen. Dat is niet aan mij. Ik had het idee, dat is me vorig jaar al op een gegeven moment met de hele gedachte speelde. Maar ja, wat natuurlijk vorig jaar zo'n ongelooflijk slecht jaar. En het ziet Marco dat hij nog een keer alles op alles heeft willen zetten om, ja, om eigenlijk deze hele goede selectie neer te zetten. Er was niet een klik tussen Marco en de nieuwe voorzitter. En ik denk dat daar wel een heel groot gat tussen die twee zat. En dat Marco op een gegeven moment gezegd heeft van oké, hij had natuurlijk al een heel klein budget om altijd een selectie samen te stellen. Dat hij nu gezegd heeft van oké, zo wil ik niet verder gaan. Nou ja, als het zo zou zijn, dan zou ik er nog niks over zeggen. Want ik vind alles wat intern gebeurt, moet ook intern blijven. En dat is ook de afspraak. En dat is de afspraak tussen iedereen die deze beslissing heeft genomen. Dus daar ga ik zelf ook niet over. Wij hebben nu gewoon een nieuwe start. Nieuwe mensen en daar gaan we het over hebben. Voor de rest, wat in het verleden is gebeurd, is streep eronder. Ja, er stond er zover altijd wel een stukje spanning op dat ik ging om de centjes. En Marco is een ongelofelijke winnaar en die wilde altijd meer om een zo goed mogelijke selectie neer te zetten. Ja, en dat wel eens heb gepost, dat is zo. Maar ik denk dat we heel veel respect voor elkaar hebben. Is toch ook voor jou raar als speler? Vroeger dan keek je even naar de spelersingang, zeg maar. En dan zag je dat krukje, dan stond Marco daar voeterend of wat dan ook. Ja, en altijd coachend, scheldend. Ja, was gewoon misschien een aparte man voor velen, maar ook iemand die gewoon stimuleert en tot het uiterste laat gaan. Dus dat, ik zal altijd als ik hier rondloop ook voor hem spelen, dat is duidelijk. Ja. Voetbal is opportunistisch, dus 3 punten en... Everybody happy. De wereld draait door. De voetbalwereld is een komen en gaan van mensen en personen. En in die zin kan je ook een enorm compliment uitdelen aan Marco Bogers dat hij het zo enorm lang heeft uitgehouden. Woelige tijden zijn hier al vanaf 1972. Dus
ik denk dat het een golfbeweging is die altijd gaande is. En nou was het vorig jaar natuurlijk wel een erg dieptepunt. Dus dan is deze overwinning wel erg welkom.